naar Vin Stokkers, de man van de 1-0 voor Sparta, die erin kwam, ging doorjagen en toen tot je eigen verbazing de goal maakte, of niet? Ja, je hoopt erop. Als je doorjaagt, dan ga je sowieso voor de bal. En nou, in dit geval, ja, keeper zag er slecht uit. Maar ja, die goals maak ik heel de tijd eigenlijk al bij Sparta. Slechte goals, maar ja, ze tellen wel. Hij was heel belangrijk. Hij is heel belangrijk. Ja, het is een belangrijke goal. Het is alleen jammer dat we er nog de 1-1 tegen krijgen. Maar ja, je komt in ieder geval 1-0 voor. En dan zou je het misschien nog wel kunnen uitbreiden als we doorgaan. Maar ja, 1-1. Het kan alles nog. Alles kan nog, weet je. Ja, ik vind jullie wel positief. Ook Sinou zegt het net. Alles kan nog. Want ja, een goal tegen in een thuiswedstrijd is niet geweldig natuurlijk. Nee, het is niet geweldig. De uitgang is, we maken het ons niet makkelijker op. Het is een moeilijke klus nu ook in Eindhoven. Ook gezien de resultaat de afgelopen keer. Maar ja, 1-1, het kan, weet u. Er is hoop. Had jij de opdracht, Vin, om door te jagen? Want dat deden jullie tot dat moment eigenlijk amper, hè? Vroeg druk zetten. Ja, niet echt. Het was meer zeg maar van als het uitkwam, dan gingen we er ook gelijk vol voor. En dit moment kwam gewoon toevallig uit. We zetten druk naar voren, waardoor de tegenstander het ook moeilijker had. Dus het kwam goed uit toevallig. Hoe komt het dat het nog gelijk wordt? Het is op zich wel terecht, vind ik, over 90 minuten. Maar wat ging daar mis bij die goal? Ja, moeilijk te zeggen. Ik dacht, iemand die zijn man niet lopen voor het goal, ja, dan is het vaak moeilijk nog als die bal ook toevallig goed valt. Ja, dan is het 1-1. Ja, ik weet niet zo goed, ik kan het niet goed beschrijven. Ik heb het wel gezien, maar wat er nou echt fout ging, kan ik niet echt mijn vinger op leggen. Om er toch nog iets positiefs uit te halen, ik zeg het ook tegen Sinou, dat jullie straalden wel weer eensgezindheid uit vanavond. Er stond een team. Ja, nee, we proberen altijd een team te zijn. We hebben alleen een paar moeilijke weken achter de rug. En ik denk dat Van Dort afgelopen week ook een goed teken zeg maar, was voor ons. Van jongens, het kan gewoon, weet u. Dus nu ook, het kan gewoon. Het is niet van dat we nu 9 wedstrijden achter elkaar niet hebben gewonnen of zo, dat het niet meer kan. Het kan gewoon. En daar moeten we aan vasthouden. Jij gaat er niet vanuit dat vrijdag de competitie afgelopen is voor jullie? Nee, het is 1-1. Weet u, voor hetzelfde geld winnen we nu uit 3-0. Nou, dan zijn we door. Dus het kan echt allemaal nog. Ik denk dat het ook nog wel zou kunnen lukken. Ook. Ik vind het mooi om te zien hoe enthousiast je bent. Ja, jeugdigheid hè. Dat was toch mooi? Ja, nee. Zo moet je er ook ingaan vrijdag volgens mij. Ja, nee, zo ben ik er vandaag ook ingegaan. Gewoon vol gas. En ja, dat leidde nu tot een doelpunt. Dus weet u, het is, ja, daar gaan we voor gewoon. Wilt u voortaan jij gaan zeggen? Ja, is goed. Dankjewel, Vin. Alsjeblieft.